Hey, 1. Tom. Oh, sorry. Welkom aan ook! Gewoon doorgaan, hup. Welkom mensen bij UHC seizoen 2. UHC staat voor Ultra Hardcore. En de bedoeling is elkaar af te slachten in teams van 2. En je krijgt geen levens erbij, maar die moet je krijgen door middel van het eten van gouden appels. En dit keer staat het nether ook uit. En het is altijd een dag waardoor er heel veel mobs zijn in de caves en zo. En ja, er zijn twee nieuwe bij. Dat zijn Midnam en Hello, I'm Roy. Woe! Yeah! Yeah! Wie juicht er nou voor zichzelf? Tuurlijk, ik. Wij. Maar dit keer hebben we ook een worldborder. Die is eerst 3000 bij 3000 groot. En dan wordt die binnen 3 uur verkleind naar 300 bij 300. En dan, ja. Laten we beginnen met het kiezen van de teams. Dat eerst. Midnam. Midnam mag eerst. De nieuwe mogen eerst, vind ik. De nieuwelingen eerst. Oh, dan mag ik iemand kiezen. Nee, je moet leper. Je moet zeggen wat je daar is op de knop drukken. Ja, die knop. Eén keer, hou je bij. Oh, haas cookies. Oh, blauw. Ah, en dat is ace. Nice. Spectaculair. Oké. Okay. Spannend hoor. Spectaculair bedacht hoor. Gewoon op het knopje drukken. Ja, gewoon op het knopje. Nee, niet dat knopje! Oh! High five! Woe! Dat was dom. Oh, de nieuwe losers! Ik bedoel de nieuwe lingen! Oh, spannend. Rood. Hey! Wat? Dat is mijn kleur. Oh. Vorige keer was het niet de verkeerde kleur. Tim? Nee. Oranje. Het kan altijd nog. Je hebt nog een kans. Go! Yeah! Go! Yeah! Hey! Hey! Ik wou een team out. Team zonder bril. Oh. Dat is wel bijpassend, moet ik zeggen. Wel passend, zeer passend. Roze, dit is roze, sowieso. Paars, dat is het closed. Roze. Goed genoeg. Oh. Simon, nog steeds opzij. Ik heb... Oranje! Oranje! Oranje. Oh. Hey. Spannend. Verder dat Jordi geel heeft. Ja, of roze nu. Kijk, geel. Okay. Dus dan kom ik zo bij Matthias. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Alsjeblieft, gooi geel. Nee! Paars! Wait, oh. Nee! Nee! Okay. Oh. Waag het! Yes! Geel! Yes. Je hoeft eigenlijk niet meer te drukken, maar voor... Ik vind het leuk, oké? Auw! Echt nog ook! Auw. Oké, dus de teams zijn bekend. Ja, we nu een aparte Skype calls en dan zien we jullie zo als de game begint. Tot zo. Oké. Okay. Oh, we beginnen. Welkom allemaal bij UHC seizoen 2. Ik ben gepaard met mijn sexy beer, Matthias. Hoe de fuck konden ze nu al een crafting table hebben? Hebben ze gecheat? Wat doen ze zo snel? Ze hebben gecheat, bitch. Het zal ik wel. Gaan we weer dat rare achievement shit doen? Ja, ik heb. Als je nu zeg maar meteen crafting tables maakt, een stuk of 2, dan krijg je die achievement helemaal niet meer. Als je zeg maar. Ja, precies. Jammer. Wie maakt stone tools en wie gaat farmen en spul zoeken? Ik ga farmen nu, dus ga jij maar voor de stone tools. Ja, en explorer, maar ik pak even snel stone hier, sla mij niet. Oké, oftewel, ik wil even een uitleg doen voor de mensen die niet weten wat UHC is. UHC is een hardcore Minecraft event met allemaal Nederlandse YouTubers. En het idee is om met je team te winnen, als laatste te overleven. En je krijgt er geen hartjes bij, zoals normaal. Geen appels, kut. En de enige manier hoe je hartjes erbij krijgt, is door regen. En je krijgt regen van gouden appels, wat ik heel gepast vind. En leuk. Maar dus ik ga diertjes slaan en we zullen gewoon survivalen, terwijl een beetje schreeuwen. Er zijn hier heel veel koeien bij echt de waar? Grens. Nice. Oh, ja, bij de maar grens. Echt naast de grens. Dus. Oké, dan moeten we snel zijn. Ik maak even snel stone swords. Nee, varkentje, ga niet over. Ik heb stone swords voor ons, ik neem de crafting table mee. Nee, ik ga niet door de grens, bitch. Doe het zelf ook niet, alsjeblieft. Waar ben je heen gelopen, welke kant? Bij de grens! Oh, ik zie je borden rood worden, maar waar ben jij? Ik ben bij de grens. Ja. Ik sla het varken nu weg van de grens. Okay. Oh, ik zie je. Hij komt wat dichtbij bij je. Ja, ik krijg rood scherm ook. Oké, okay. Ik heb 5 vork. Oké, even deze, hier heb je zwart. Thanks.
Oké, dat wordt awesome. Ik ben blij dat ik met jou in het team zit. We gaan lekker lachen. Matthias wint dit voor mij en ik ga gewoon lekker lukken. Koeien. Sla elkaar vooral niet, zou ik wel zeggen. Wat? Moet ik je hard slaan en spanken? Ja, doe maar niet. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in onze skins, we zijn deze keer voor het beach thema gegaan. Oftewel, ik heb... Hier kunnen we appels halen in de Dark Forest. Oh, in de Plains. Ik moet even verklaren waarom ik een lelijke skin heb. Ja, omdat je helemaal opgewonden raakt van Bretels. Yes, indeedos. Weet je, wij maken er gewoon de kinky... Wij zijn gewoon het kinky team hier. En we komen later wel met de naam, maar dat moet even random komen. Ik zie een Plains... Oh, zonnebloemen. Ik wil me houden aan mijn... Mijn geen rozen in je inventory techniek. Kunnen we dat doen? Ik kan niks beloven. Ik heb hier trouwens ook bomen en de dark oak geeft ook appels. Oh, oké. Okay. Als het goed is. Als het goed is. Ik heb ze nog nooit gehad uit dark oakboom. Ik wel. Oké, okay, dan is het goed. De spine moet ik eigenlijk niet pakken. Daar kunnen we weinig voordelen uit halen. Ja, hout, maar... Nou, dit is een oak, dus ik probeer hier nog een appeltje uit te krijgen. En we gaan gewoon lekker survivalen. Als je uitleg wilt over hoe het precies werkt, het staat in de beschrijving. Als je wilt zien wat de anderen allemaal doen. Want we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 teams die allemaal een eigen avontuur hebben. Als je dat wilt zien, staan ook linkjes in de beschrijving. En ik zou zeggen, geniet van UHC seizoen 2. En dan hebben we nu die intro gehad en kunnen we gaan kutten. Yay, kutten. Yay! Weer geen appel! Ja, ik ga... Deze boom haat mij. Waar de hel ben jij nou weer? Naar beneden. Pas wel op, want het is nogal steile berg waar we op stonden. Oh, je ziet je naam echt nauwelijks, jongen. Ja, we hebben echt geluk met onze kleur, hoor. Ja, groen is altijd licht goed, valt totaal niet op. Zeg maar een lichte kleur. En al helemaal niet nu. Moet je ook een pickaxe hebben, trouwens. En een axe. Ik geef jou even de rest van mijn hout. Hier. Dank je. Ja, ik mag niet in mijn inventory, dus. Ja, dat mag nu wel. Ja? Ja, nu je crafting table hebt, en als je die niet maakt, dan maakt het niet uit welke achievements we verder halen. Awesome. Als je die maakt voordat je de achievement van Getting Wood hebt, dan... En je maakt geen crafting tables meer, dan krijg je die achievements niet meer. Is nog wel ook wel. Getting Wood hebben ze daar nu. Ja, die heb ik ook al wel, alleen omdat ik geen crafting table meer hoef te maken, krijg ik niks meer. Ja, same meer. Oké, okay, let's do it! Die dark ook hak ik lekker niet om, fuck dat. Dat duurt me te lang. Dat kan wel als we echt appels nodig hebben. Schaap, je maakt me bang. Misschien kunnen we kijken of we met z'n allen... Oh nee, wacht. Het is alleen dag, hè? Ja. Dus maak geen ruk uit. Ja, als we zeg maar gewoon een beetje goede stone tools en genoeg voedsel hebben en zoiets hebben van... Bovengronds is momenteel niets voor delers meer te halen. Dan moeten we gewoon ondergronds een plek gaan zoeken. Ja, precies. Oh, je zit achter me. Ik schrik me kapot. Boe. Ik ga even deze planes in. Ja, sure. Kijken of er een village is. Mocht je paarden vinden, je kan ze slaan voor leer, maar ik denk niet dat het meest nodig is eigenlijk. Niet rennen, hè? Het idee ook. Tot we genoeg voedsel hebben, lijkt me dat niet slim. Ik heb jou een appel ondertussen. Lol. Dit is glitchy. Ik zie geen zonnebloemen. Oh ja, nee, dat is gewoon werk. Dat is een renderfout in Minecraft. Dat je het gras slaat en dan zie je zonnebloem aan de bovenkant? Ja. Ja, dat is een bug. Heel raar. Ik zie wel weer wat koeien, dus die vermoord ik. Maar geen... Ik ben nu ook op de plains. Ja, deze plains is best wel klein. Oeh, dat was veel vlees. Nice. Oh, het zijn echt heel veel koeien. Is dit een cave? Nee, het is gewoon een zware open plek. Come here, little cow. Nacht, 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 nacht. Nee, niet rennen! Ik weet niet waar je heen bent gelopen, maar oké. Ik zit in de plains, ik pak deze laatste koe en dan kom ik terug. Ja, ik ben ook op de plains, maar ik zie je niet. Ja, ik zit een beetje in het Oakwood. Gebeuren. Wat mijn goede plek lijkt om naartoe te gaan. Ik zie een normale forest. Want het kan redelijk donker worden in de Oakwoods. Oftewel, er kunnen mobs spannen, geloof ik. Hier, ik ben hier. Achter je. Oh ja, ik zie je. Onze nametags zijn echt nu al hinderlijk voor onszelf. Ja. Hey, ik stel voor dat we hier een beetje wat dingen gaan mollen. Bomen hakken? Ja, voor appels. Mm-hmm. Heb jij al een appel? Nee. Oké, dan moeten we even doorgaan.
Ja, mensen zijn al bezig met hun furnace. Wat is jouw strategie? Nou, leg het even uit. Zullen we dat allemaal weten? Nou, weet ik veel. Gewoon bovengrond zoveel mogelijk doen. Normaal gesproken voor de eerste nacht, maar dat heeft nu niet veel nut. En zeg maar, bij de eerste nacht, als je dan leer en zo hebt, dan ga je caven. Mm-hmm. Maar dat heeft nu gewoon... Oké, het is een koe. Als we nu het idee hebben van, we hebben genoeg om ondergronds iets te kunnen doen. Als in voedsel genoeg en Ik heb 24 B5 pork. Hebben we al sugarcane? Nee, daar heb ik niet eens naar gekeken. Nee, ik heb het ook nog niet gezien staan of zo. Wacht, hier is wel een grote plas water. Misschien... Daar was ik net. Volgens mij is het er niks. Nee. Hopelijk drop er echt wat appels, want dat was echt een probleem vorige keer voor ons. Ja, bij ons goud, maar geen appels. In principe kunnen we later terugkomen voor goud, voor appels als we goud hebben. Ah, het zou wel chill zijn als jij weer wint, jongen. We gaan op dingen streak. Ik wil in ieder geval Jordi vermoorden, dat is... gewoon genoeg van het vorige seizoen, gewoon Jordi die. Ja, nee, maar ik weet dat hij mij ook dood wil hebben, dus wat dat betreft... Oh, dus hij focust jou gewoon. Dus als ik Jordi backstep terwijl hij jou probeert te pakken, dan winnen we. Ja, bijvoorbeeld. Ik, weet je wat ik ga doen? Ik pak speciaal voor Jordi een zonnebloem mee. Zet je gewoon zijn gezicht neer. Ja, zo gewoon als laatste... Oeh, ik zie appels. Oh, ik heb een appel. Ik heb ook een appel. Twee appels hebben we hier. Dat je gewoon net voordat je doodgaat als laatste... Je weet dat je hem niet meer dood krijgt, gewoon een zonnebloem plaatst. Ja, ik hoop niet dat we zo ver moeten komen. Dat we dat nog moeten meemaken, want dat is niet... Oh, ik heb zoveel plannen gemaakt met Jelle de vorige keer. Gewoon, als we doodgaan moeten we dit doen en dit. Omdat we toch wisten dat we het nooit gingen winnen. Ja, we hebben in principe kans. Jij hebt kans. Met wie is het, Jordi? Jordi zit met... ik weet niet of hij goed is, dat is een beetje het probleem. Ik ken hem niet. Wie is het? Fabian. Fabian. Ah, zover ik weet kunnen die twee Minecraft spelen. Fabian is wel de betere van de twee, zei Jelle, tegen mij vorige keer. Ja, zat Fabian bij Joost vorige keer? Ja. Ja, die zaten dus bij de laatste vier. Ja, maar dat zegt niks, hè? Nee. Die zaten ook bij de laatste vier en hebben niemand ontmoet tot het einde. Nee, echt wel. Ja, oké. Ik heb er twee vermoord. Drie vermoord. Ik heb Tom vermoord, dus mijn UHC kan nooit meer kapot. Ik heb zeg maar zo'n Disse Sparta kill gehad. Ik diep hem zo van de berg af. Awesome. Ja, nee, mijn leven is compleet gewoon hoor, qua dat. Ik hoef echt helemaal niks meer. Ik heb Tom al aan het huilen gekregen. Wat wil een man nou weer? Mag ik reloggen? Snel. Mag altijd. Als er problemen zijn, moet je het gewoon doen. Ja, als je... Maar het is meer niet reloggen in gevechten en niet te lang. Nou, niet te lang is... Nou ja, aan het begin maakt het niet zo gek veel uit, want nu heb je toch alleen maar een nadeel. Ja, gewoon eruit. Oké, okay, ik heb 30 place, we kunnen denk naar beneden. Ik heb 23, ik denk het ook. Als we even iets verder naar die mountains gaan. Nee, niet langs de rozen. Onheil. Het zijn maar rozen. Onheil! We hebben niet aan jullie regels gehouden, we hebben gewoon gewonnen de vorige keer hoor. Wacht, hier is een cave. Ik hoor een zombie, ik hoorde een zombie. Waarom sneaken we dan? Werkt niet. hier is een cave, maar... Willen we deze doen of willen we een... Hoe dicht zitten we bij de border? Ja, niet zo heel dicht. Oké, okay, let's go dan. We hadden ook dat kool in het begin moeten pakken. Was de kool in het begin? Kut, ja. Ik heb het niet gezien. Ik zat op een gegeven moment nog van... Als je trouwens een zombie ziet, blok het... Oh ja, hier. Oké. Okay. Jouw ding is denk ik beter dan mijne. Dit is een groot gat. That's what he said. She said, bitch. Ja, maar als zij het zegt, is het raar. Precies, dat is het leuke. Oké, okay, ja, jij doet kan ook. Ik maak liever juist een tunnel naartoe via de grot. Maar oké, okay, zou dit wel doen. Skeleton! Seriously? Skeleton, hij komt eraan! Omhoog, ik zie niks! Hij zat daar beneden. Even snel wat cobblestone op de bar. Ik kan hier een link gaan doen, maar ik weet niet of ik dat leuk vind. Nee, doe maar niet. We moeten wel dit even blokken gewoon. Hoe ver zit hij? Redelijk. Hier zit niks. Hij komt deze kant op. We mogen dit moeten kunnen. Is er een regel voor strip minen? Ja, toch? Ja, niet doen. Ja, maar kunnen we naar beneden graven? Tunnelen mag, niet strip minen.
vind het heerlijk hoe je dat doet in je bikini. Nice. Oh, dat blijft eng ook. Heb ik het al zo vaak gedaan. Ja, I know it. Oh no, nog een gat naar beneden. Oh, iron. Nice. En een zombie. Nou, zombies heb ik minder problemen mee. Die kunnen me niet neerschieten, zeg maar. Zij meer. Tom is al een leven kwijt. Doet hij goed? Oh shit, ik zie een bed. Mijn god, maak hem dood. Na de zombie. Ik heb de armen. Awesome. Ik laat de zombie gewoon naar boven komen en dan trop ik hem weer. Ja, wij moeten echt even kool vinden, want het was fucking donker. Ja, sorry voor de mensen die kijken. We kunnen even niks anders. We gooien wel een filtertje overheen of zoiets. Nee. Voor mij, ik heb altijd dat het op zich wel meevalt hoe donker het wordt als ik het gewoon full bright speel. Oh, het is een bust. Kut. Naar beneden gaan we, go. Oké, als je die kant op gaat, dan ga ik deze kant op. Wow, dit gaat uren duren. Als je het is al een furnace neerzetten. Oh, ik heb kool. Als, geen, ik hoor trouwens een zombie hier zo. Mini zombie hoor ik ook, ja. Het klinkt als meer als een zombie. Kun jij, dat licht aan mij geven? Ja, wacht even torches maken, hè. Zo, wat stickies heb ik hier ook. Hier heb je torches. Thank you. Oh, mijn ogen. Wauw, dat scheelt zoveel. Wow. Nou. Nou, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen, ja. We hebben oh, gold! Nu al? Ja. Oké, okay, dan moeten we even een iron pickaxe maken. Ik hak er omheen wel. Maar dat was... Oh, het is een grote ook. Het is een veen van 8. Hoe laag zitten we dan al? Oh, 27 al. Wat? Krok lava. Oh, het is er een van 8. Nice. Dat is al een appel. Ja, precies. We kunnen nu gewoon lomp gaan doen. Ja, hell no. Misschien zelfs meer. 8 is meest, of niet? Voor mij wel. Ja, ik zie ook niks meer. Tenzij je twee veins in elkaar vindt, maar dat is alleen mogelijk als je twee chunks precies op elkaar hebt zitten. Nee, het zit, het zijn 8, maar het is nog decent. Kijk, ik ga iets verder naar beneden. We zitten op 27. Als je bedrock hit, moet je weer naar boven en andere kant op minen. Geen tunnels, dat was zomaar de regel. Ja. Die zombie zit hier heel dichtbij. Ik zit nu op diamond level. Ik hoor hier ergens lava. Ik hoor ook lava en een zombie. Ik mag naar geluid toe, toch? Ja. Ik kan niet... Oh, lava gevonden. Heb jij het gevonden? Ja, het zit hier in één keer, houdt in één keer de vloer op. Kun jij de pick zo gaan fixen voor mij? Armin zit al in de furnace. Give me the D, bro. Oh, ik zie de cave. Awesome, ik kom er naar toe. Het is maar wel echt gewoon een cave volledig van lava. Ik maak deze even af in de hoop dat ik nog iets leuks vind. Naar bedrock, want dat mag. Momenteel ben ik aan het bridgen boven lava. Yay, cool. Het was waard. Maar lava is heel dichtbij. Ik zie jouw name tag. Je bent ook best wel dicht bij lava. Oh, ik zie nog meer gold. Awesome. Ik ben heel dichtbij kool. Ik hoor het. Je hoort de kool? Shut up! Zeg, wat schreeuwen ze dan? We zijn hier! Help! Maar ons! Oh, nope. Oh, ik schrok me de fucking hell. Ja, ik schrok ook. Ik de creeper en skeleton daar zo tegenover me. Oh, damn. Het als is... jij doodgaat, is voorbij, hè? Ja, het is lava zit er tussen. Alleen ik kan daar niet echt gaan bridgen met die skeleton die me eraf gaat snipen waarschijnlijk. Nee, niet doen. Ik ga even naar die kust voor die pickaxe maken, denk ik. Gewoon tunnelen. Het is wel een cave daar zo en ik zag nog meer iron en coal. Pickaxe down. I repeat, pickaxe down. Ja, ik heb nu een iron pick en ik moet zelf ook weer een extra stone maken. Oké, ik kom naar boven dan. Gewoon een hele hoop sticks maken, dat bespaart me heel veel tijd. Zijn we nog niet 20 minuten bezig? Nee, pas een kwartiertje. Oké. Hier. Oké, ik had er zelf net een gemaakt. Maakt mij niet uit. I don't care. Oh. I don't give a damn.
I don't give a damn, bro. Even dat er niks spant. En even dichtmaken. Oh! Wauw! Oh mijn god, dat was hilarisch. Wauw! Nou, ik weet weer die appel mag eten. Ja, fuck. Kut. Oké, okay, nou ja, neem maar. Gods. Ik was bezig met de bed! Come on! Oh, dat was hilarisch. Dat was hilarisch. Leuk als je het erg vindt. Wow, 3 hartjes? Ja! Damn! wat leuk. Matthias winning streak is screwed. Thuis. Sorry jongen. Maar je moet ook uitkijken als ik in het bed. Oeh, redstone. Wat XP hier. Kun je ook hakken. Fuck jouw bed, dood. Oké. Okay. Ja, daar was ik mee bezig. Als jij nou ook dood gaat, word ik helemaal gek. Je loopt hier de fucking skeleton heet boven ons hoofd langs. Die schrikt me ook helemaal de pleuris. Oké. Okay. Niks aan de hand. Er was een beetje lava hier. 3 hartjes. Ja, tuurlijk. Je hebt nog geen armor. Damn. Ik dacht het een beetje onschuldig, maar het was best wel erg. Mijn excuses voor iedereen die van Matthias houdt. He's screwed. He's fucking screwed. Ik pak wat eten, jongen. Waar ben jij nu? Links. Ik ben gold aan het hakken. Ik ga even jouw cave system bekijken, oké? Okay? Kom eraan. Uitkijken. Ik heb een zwaar. Slaan. I got the sword. Durp. Huh? Oh, je baalt echt. Het verspilt gewoon 1 appel, weet je? Ja, dat is waar, maar meh. Zoals ik zei, jij bent er voor de serieuze shit, ik ben voor de alleen maar gekut. Daarom werkte Team Pudding zo goed. We didn't care. Dat is het leukst. Zo goed werkte niet, want je ging dood. Nou ja, we hoeven niet te winnen, daar gaat het niet om. Het gaat om het leuke, gezellige paar uurtjes Minecraft spelen. En nieuwe mensen ontmoeten, maar helaas heb ik jou, dus damn. Deal with it. Oh! Oh, jezus. Ik schrok meer van jou dit keer, weet je. Oh, nou, tot de volgende keer. Adios, Tomme. Adios. Vergeet niet te liken en bij de rest langs te gaan. Ja, doei.